En zo hebben we vlak voor het nieuws hebben we laten horen de discussie over gaat kunstgras het redden in de Eredivisie? Ja, dat is de vraag. Ik denk in het amateurvoetbal wel. Mm-hmm. Want ja, het is een te grote aanwinst voor amateurvoetbal en voor trainingen om in ieder geval dat niet te hebben, laat ik het zo zeggen. En ja, dan heb ik al aangegeven. Het onderhoud aan grasvelden is natuurlijk ook heel duur. En ja, kunstgrasvelden gaan nu eenmaal gewoon langer mee. Ja. We hebben twee deskundigen bereid gevonden om met ons mee te praten over verschillen tussen gras en kunstgras. En een van die twee deskundigen, dat is Sander Pol. En Sander Pol is trainer van Overwetering 1. En in het dagelijks leven is Sander sportleraar, volgens mij, op een middelbare school. Sander, zeg het goed. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi Ben, goedemiddag. Hi, ja, Sander. Dat klopt. Ik denk, ja, laat ik de inleiding even goed doen. Want ja, we moeten natuurlijk niet hebben dat ik het verkeerd zeg. Dus, Sander, jij als trainer van Overwetering, jij maakt natuurlijk wekelijks mee dat je traint op kunstgras. En zou jij kunstgras kunnen wegdenken uit het amateurvoetbal? Nou, je zegt deskundige, je bedoelt ervaringsdeskundige, bedoel ik. Nou, ja, allebei. Allebei. Wat was je vraag ook weer, Beth? Nou, of het kunstgras uit het amateurvoetbal weg te denken is. Kijk, de discussie is van we denken dat het profvoetbal wel zonder kunstgras op termijn verder gaat. Tenminste voor wat betreft Eredivisie. Maar voor amateurvereniging is het natuurlijk een ontzettende aanwinst. Ja, nee, zeker. Dat is niet meer weg te denken. Dat heb je goed. En als ik kijk naar de wedstrijden die we spelen op de zondagen, dan is dat procentueel meer op kunstgras dan op kroongras. Alhoewel ik in deze competitie, ja, nu zie je dan weer redelijk beëindigd, maar ook wel nog wel wat grasvelden tegenkom. Ja. Nee, goed, er gaat niks boven een lekkere grasmat. Mm-hmm. En, maar als je in die winterperiode ingaat, dan is een kunstgrasveld wat dat betreft ook wel een zegen. En helemaal wat je zegt terecht met het vooruitzicht dat je daar goed op kan trainen. En dat in de winterperiode je gewoon door kan trainen op een normaal veld. Ja, ja. En je noemde het al, het gewone gras dat ruikt altijd zo lekker. En dat heeft natuurlijk kunstgras uiteraard niet. Maar is dat dan ook niet iets wat tussen de oren zit, Sander? Lekkere gras, lucht om je heen. Een mooie grasmat, goed verdeeld. Geen kale plekken of dergelijke, wat je met name in de zomerperiode meemaakt. Is dat dan ook iets wat tussen de oren zit? Nou, ik denk dat het te maken heeft ook met hoe je opgroeit. En wij zijn natuurlijk nog van de generatie van gewoon gras. Mm-hmm. Modder en eraan. Mm-hmm. Met de lippen, dat is wat ze nog steeds met vlagen zeggen. Ja. Maar de jeugd van tegenwoordig die groeit gewoon op met kunstgras. Dus ja. Ik denk als je nu iemand vraagt die 15 is of misschien wel 20 is, of 18, die ook al in de eerste elftal voetbalt, die weet niet anders. En die vindt misschien zelfs wel gras vervelend. Ja. Maar is dat wel zo? Want je hebt natuurlijk bij clubs heb je vaak wel een kunstgrasveld, maar de rest van de velden is toch veelal ook gewoon normaal gras, toch? Jawel, maar je moet niet vergeten dat een kunstgrasveld tussen de 2 en 4 ton kost. Op het moment dus dat je dat veld wil neerleggen, heb je een steun van de gemeente nodig. Nou, als je kijkt naar de verschillende gemeentes, als je kijkt naar de gemeente Deventer, die het afgelopen jaar wel wat heeft geïnvesteerd en clubs heeft geholpen. Maar daar heeft de grootste gemeente delen zeg maar nog gewoon gas. En als je kijkt naar de gemeente Raalte, het is allemaal kunstgras. Dus het is maar net ook welke gemeente je treft en wat voor gemeente wil investeren in sport. En een club die gezond is, die kan niet zo even 2 tot 4 ton ophoesten. En dan heb je nog maar 1 veld. Hè? Dus laat staan dat je er meerdere velden hebt. Ja, en hoe is voor hen dan de overgang? Als ze bijvoorbeeld trainen op kunstgras, of trainen op gewoon gras en dan voetballen op kunstgras of andersom? Nou ja, goed, kijk, weet je, het niveau van de amateurs die ligt natuurlijk daarin een stukje lager. Het baltempo ligt lager. De aannames zijn gewoon van minder kwaliteit. En hoe hoger je komt, hoe des te groter dat een rol gaat spelen. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat op eredivisieniveau een enorm verschil maakt. Hè? Hoe de bal stuitert, hoe je een bal aanneemt, hoe hoog de bal ligt of hoe dieper die in het gras weg ligt.
nou ja, regent het, zijn de weersomstandigheden nadelig, dus er is veel regen gevallen, dan is dat toch weer zwaarder dan dat je op een gewoon veld speelt dan op een kunstgrasveld. Dus nou, ik denk wel dat dat van invloed is op het spel. Ja, want het is zo dat in het buitenland wordt er natuurlijk veel minder op kunstgras gespeeld. We zagen al dat in Engeland was het Queen's Park Rangers dat in de jaren 80 al op kunstgras speelde. Maar dat is met name ook door het Engelse spelletje heel snel afgeschaft. Want er worden volgens mij nergens zoveel slijdings gemaakt als in Engeland. Ja. Nee, ja, goed. Kijk, daarin hebben ze gewoon gezegd van de competitie moet gelijk zijn qua elementen. En dat is natuurlijk nooit zo. Maar als er één club kunstgras heeft en de rest allemaal gras. Ja. Ja, en je speelt 11 tot 12. En tenminste in Engeland nog wel meer wedstrijden. Misschien wel 20 tot 30 wedstrijden in een jaar gewoon op kunstgras. Dan heb je daar denk ik wel voordeel bij. Ja, ja. Als je kijkt naar de fysieke belasting, Sander, van kunstgrasvelden. Denk jij ook dat spelers vaker blessures hebben door kunstgras, of komt dat doordat ze misschien niet de juiste materialen gebruiken zoals schoeisel op kunstgras? Nou, volgens mij is het wetenschappelijk niet bewezen dat dat uitmaakt qua blessures en dat het uiteindelijk natuurlijk als je kijkt naar de spelers die blessures krijgen, die ook gewoon blessures op gewoon gras krijgen. Dus ja, ik denk niet dat dat wat uitmaakt. Alleen, kijk, dan ga je uit van een kunstgrasveld die een aantal jaren ligt en die voldoet aan de eisen. Ik heb ook wel eens bij HC 21 gespeeld vroeger. Ja. En dat kunstgrasveld dat lag er al 15 tot misschien wel 20 jaar. Nu overdrijf ik het misschien. Misschien iemand die luistert nog, die dat ook weet, die zegt van nou, dat is al een beetje overdreven. Maar het veld was in ieder geval hartstikke oud. Wij hebben het ook zo'n veld gehad. Ja, nou, die Diepeveen ook. Ja, en dat was gewoon echt, dat was gewoon zo hard en zo vervelend dat je gewoon na de tijd en zeker op de maandag gewoon last had van je gewrichten, omdat het gewoon zo hard was. Ja. En dat was geen pretje, maar als je gewoon een normaal kunstgrasveld hebt wat een aantal jaren ligt, nou dan is dat gewoon prima om daarop te spelen. En dan denk ik echt niet dat daar van invloed is. En als ik kijk naar mijn eigen voetbalcarrière, dan vond ik ook niet dat er extreem veel spelers uitvielen met blessures. Nee, precies. We trainen natuurlijk ook steeds meer op, hè? Dus het lichaam past zich ook steeds beter aan en kan zich ook daarin steeds beter op voorbereiden. Dus wat dat betreft denk ik ook daarom ook dat de blessuregevallen die zich voordoen, dat het reuze meegaat. Ja, precies. Wordt er vanuit bijvoorbeeld jouw vereniging ook geadviseerd van kijk naar bepaald schoeisel wel of niet te dragen, of laat jullie daar iedere speler helemaal in vrij? Ja, laten we spelers vrij in meestal de commerciële kant. Hè? Dus degene Adidas, Nike en zo, die passen het schoeisel daar wel op aan. Ja. En als je kijkt naar de schoeisel die je de hedendaags koopt, dan zijn die noppen alweer anders. Ja. Die zijn in de horizontale richting gericht, waardoor je eigenlijk geen ronde nop meer hebt, maar een ovale nop. Ja, dat is gericht op het kunstgras. Mm-hmm. En wat ik daarin kan adviseren is bijna niets. Hè? En Henry Roze vorig jaar die speelde op gewone kunstgrasschoenen. Ja. Bijvoorbeeld, dat vond hij prettig. Op die hockeyschoenen? Dat is ook een gevoelskwestie. Hè? Wat vind je zelf prettig? Dus in ieder geval, wat we niet adviseren is pinnen. Maar dat gebeurt niet. Dus, Nee, ik kan me voorstellen. Nee, maar ik kan me voorstellen. Ik ben nog uit de generatie van de Copa Mundial. Maar dat is een schoen die ontzettend afgeraden wordt op dit moment op kunstgras. Nou ja, weet je, ik heb ook de Copa Mundial gedragen. En op het moment dat de kunstgras kwam, ben ik er ook van afgestapt. Omdat die is een leren schoen. Ja. En een leren schoen. En hij liep ook enorm uit. Ja. En wat je wel hebt met kunstgras, is dat je staat wat vaster. Hè? Dus op het moment, je glijdt minder weg. En er komt meer weerstand en meer druk op zo'n schoen. Dus je had binnen de kortste keren had je die schoen, die was al kapot. En tegenwoordig doen ze dat dubbel stikken. Dus dan zit er niet een enkele stik in, maar een dubbele stik. Waardoor er meer krachten zij kunnen komen in zijn schoen. En dat zijn schoen ook langer mee kan. Ja, precies. Denk je dat je als vereniging er een bepaald thuisvoordeel mee hebt? Het werd dan tegengesproken door het filmpje. Maar denk je dat jij een thuisvoordeel hebt omdat jullie de thuiswedstrijd op kunst gaan spelen? Ik denk eerder andersom.
dat degene die nu op gas speelt, dat die voordeel heeft. Ja, omdat hij minderheid is. Ja. Ja. Het lijkt een beetje op de discussie van ja, ook over andere onderwerpen. Als je in de minderheid bent, dat je eerder je voordeel hebt. Omdat heel veel verenigingen nu kunstgas hebben, bedoel je? Nou ja, weet je, je anticiperingsvermogen wordt gewoon anders. Weet je, ja. Kunstgas stuit de bal nooit meer op. Nee. Dus ja, de hersenen die passen zich daar ook niet meer op aan. En op het moment dat wij eventueel naar toxische kracht uit moeten en die jongens trainen gewoon continu op dat veld, ja, die hersenen die anticiperen gewoon op, hey, die bal kan ook opstuiten. Dus die houden daar veel meer rekening mee. Ja, precies. En kijk, maar uiteindelijk bepaalt altijd nog de kwaliteit in het veld. Wat het voordeel is. Ja, dat klopt. Nou, de speleigenschappen zijn in ieder geval dat het op kunstgras vaak ook met de pasing een stukje sneller gaat dan op het gewone gras. Ligt natuurlijk een klein beetje aan ook aan of het wel of niet geregend heeft bijvoorbeeld. Maar ja, daar moet je tegenwoordig op kunnen anticiperen. En dan als je dat niet gewend bent, dan kan ik me op zich wel voorstellen dat je ook op kunstgras in een nadeel bent als je het nooit op traint. Ja, maar ik hoor ook van ploegen die vanaf gras naar het kunstgras dat het een stukje makkelijker gaat. Ja. En omdat namelijk ze de bal iets harder in moeten pasen, omdat een gewoon grasveld trager is. Dus als ik hetzelfde de paas doe op het veld en daar elke week op train. En ik ga in één keer naar een kunstgras, komt zo'n bal veel sneller aan. Alleen degene die hem ontvangt, ja, die moet natuurlijk wel weer erg beter op anticiperen. Dus ja, goed. Ik heb niet het idee dat degene die naar ons toe komt, die op een grasveld voetbalt, minder voordeel of wel voordeel heeft. Mm-hmm. Dat is echt heel miniem. Ja, precies. Is er nog, als je moet uitvoetballen naar een team met gewoon gras? Heb je dan als trainer ook gelijk een hele andere tactiek voor de wedstrijd? Nee, niet zozeer een tactiek. Wat we wel proberen is om te kijken of we die donderdag ook nog wel eens ook gewoon op gas kunnen trainen. Om uiteindelijk toch even te wennen. Zeker in deze omstandigheden waarin je niet zit, waarin het veld, nog minder hard is, waarin je de energie toch meer in het veld verdwijnt door je afzet. En doordat het glibberiger is, is het wel goed om je mentaal daarop voor te bereiden. En dat vind ik dan wel goed om die jongens daarop voor te bereiden. Al vinden die jongens, die zeggen liever, ga maar gewoon de kunstgras trainen, want dat grasveld is niks. Nee, precies. Ja, ik zou het wel doen. Dan kun je een beetje weer wennen natuurlijk aan het gras. Maar je moet toch dat weekend toch voetballen op gras. Of nou, ja, je kunt hoog of laag springen, maar je zou erop moeten voetballen. Ja, dat klopt. Nou, daarom bepaalt de trainer ook. Hè. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we, wat Sander zegt, als de kwaliteit van het kunstgrasveld van dermate goed is, dat de verschijnselen niet zo heel veel verschillend zijn, dat je er goed op kunt voetballen. Maar juist als de velden zeg maar ouder dan 10 jaar zijn, dan wordt het toch wel even andere koek. Ja, en ik denk dat qua bestuurders en ook qua gewoon slijtage van je eigen lichaam, kijk alleen maar schapenronden en dergelijke, behoorlijk oploopt. Bij overwetering weet ik dat eigenlijk dit jaar een nieuw kunstgrasveld wat meer gelegd zal worden. Ja. De gemeente die heeft dat uitgesteld, ook in verband met de corona en alles. Kijkend naar wat voor extra uitgaven ze hebben dit jaar en misschien nog wel de aankomende jaren. Maar ik hoop wel dat de kunstgrasmat voor de club zeg maar vervangen wordt. En meestal zit er ook een soort van spaarsysteem op dat je zeg maar gewoon maandelijks een bedrag inlegt, waardoor je uiteindelijk na 10 jaar anderhalve ton hebt om alleen de toplaag te vervangen. Ja, precies. Nou ja, conclusie Sander. Jij wilt niet meer zonder kunstgas, hoor ik. En jij bent er blij mee dat jouw vereniging kunstgas heeft. En voor het trainen, het spelen van wedstrijden, heeft alleen maar voordelen. Andere vraag nog, tot slot. Zou jij ooit misschien een trainer kunnen worden bij een club dat dan gewoon gas heeft? Of zou je dat ook echt niet? Nou ja, goed. Ik denk het wel. Alhoewel, ik me niet kan voorstellen dat er nog zo'n vereniging is.
En dan zeg ik dat, zeg maar, als ik kijk naar mijn eigen ambitie, als ik een keer wat hoger op wil. Hè. Kijk, als je zeg maar vierde, vijfde klas is, dan zie je dat nog steeds natuurlijk, dat er geen kunstgasvelden zijn. Maar mijn ambitie ligt al wel wat hoger. Mm-hmm. Dan zie je daar bijna geen verenigingen die geen kunstgas meer hebben. Mm-hmm. En als ze dat wel hebben, dan als ze wel gewoon gas hebben, dan is het dermate goed geregeld dat die velden ook gewoon er goed uitzien. Dus ik zou daar niet zeg maar nee tegen zeggen. Kijk dan eerder naar andere randvoorwaardelijke zaken bij de vereniging. Ja, precies. Ja. Nou, leuk Sander. Leuk hoe je erop kijkt en hoe je het ervaart, zeg maar, met kunstgras en gewoon gras. En ik denk dat inderdaad binnen het amateurvoetbal de kunstgrasvelden absoluut een meerwaarde blijven geven. Nu en in de toekomst. Oké, dankjewel Bert. En succes met het programma. Dankjewel en een fijne zondag. Dank Sander. Oké, doei. Dag.